Goedemorgen jongens en meisjes, Magim. Hier weer vanuit huis ons Magim-verhaal. De strijd tegen de Amalekieten. Net zoals gisteren en eergisteren is er weer een nieuwe dag begonnen. De mensen zijn wakker geworden toen het licht werd. Ze zijn uit hun tenten tevoorschijn gekomen. Ze hebben hun buren even goedemorgen gewenst. En ze hebben even om zich heen gekeken naar de kale rotsen en de heuvels van de woestijn, waar ze nu iedere dag doorheen trekken met Mozes. Het is nu nog lekker koel, want de zon staat nog niet zo hoog. Overal zie je mensen bezig. Er wordt eten gezocht en klaargemaakt. Er worden tenten afgebroken en de kinderen spelen in het zand. Het wordt vandaag vast weer een dag zoals elke dag. Alles inpakken, een heel eind lopen en vanmiddag weer op een nieuwe plek de tenten opzetten. Maar dan opeens is alles anders, want daarginds lopen mannen. Een heel leger is het. En ze komen dichterbij. Je ziet hun zwaarden en speren glinsteren in de zon. De mensen bij de tenten rennen nu door elkaar. Ze roepen en ze wijzen. Ze zijn in gevaar. Moeders roepen vlug hun kinderen bij zich. En mannen rennen naar Mozes. Wat moeten we doen? Kunnen we nog vluchten? Kunnen we nog wegkomen? Maar waarheen dan? En dat leger is veel sneller dan een heel volk met oude mensen en kleine kinderen. Mozes roept een jonge man, Jozua, bij zich. En hij zegt, Jozua, nu slaat het kwaad toe. Dat leger daar, dat zijn de Amalekieten. Als die hier komen, dan is het met ons gedaan. We moeten ze tegenhouden, vechten voor ons leven en voor de mensen van wie we houden. Jozua, neem jij de leiding en vecht. Jozua komt meteen in actie. Hij roept naar de mannen. Haal vlug je wapens, zwaarden of wat je dan ook maar hebt om mee te vechten. En verzamel je hier nu vlug. Mozes klimt de heuvel op, samen met zijn broer Aaron en een vriend, Tjur. Vanaf die plek zien ze hoe de mannen met Jozua de vijanden tegemoet lopen. De vrouwen, de kinderen en de oude mensen blijven achter bij de tenten. Het vechten begint. Je kunt het lawaai en het geschreeuw op de heuvel horen. Mozes heft zijn handen omhoog. De mannen bij Jozua krijgen moed en kracht. De vijanden hadden dit niet verwacht. Ze gaan achteruit. Maar na een poos wordt Mozes moe in zijn armen. Hij kan ze niet meer omhoog houden. Ze zakken langs zijn lijf. Nu lijkt het of de vijanden weer sterker worden. Jozua en zijn mannen beginnen te verliezen. Langzaam worden ze achteruit gedrongen, richting het tentenkamp. Mozes, leun maar tegen die grote steen, roept Aaron. Wij zullen je armen ondersteunen, zodat je ze omhoog kunt houden. De armen van Mozes kunnen nu de hele tijd omhoog blijven. Ze worden gesteund door Aaron en Tjur. Kijk, daar beneden lijkt het wel of de mannen van Jozua weer nieuwe kracht krijgen. De hele dag gaat het vechten door. En als het avond wordt, zijn alle vijanden verslagen of gevlucht. Het gevaar is voorbij. Ze komen bij elkaar, de mannen die gevochten hebben. De mensen die in het kamp hebben gewacht en Mozes, Aaron en Tjur, die de hele dag op de heuvel hebben gestaan. Mozes zegt, dit mogen we nooit vergeten, hoe het kwaad toesloeg en hoe we gevochten hebben. God zegt dat we dit op moeten schrijven in een boek. En Mozes schrijft het op. Op de plek waar de mannen met Jozua de vijanden tegemoet zijn gelopen, stapelen ze nu grote stenen op elkaar, als een altaar voor God, als een herinneringsteken, want wat vandaag gebeurd is,
mogen ze nooit vergeten. Nou, dit is een verhaal, jongens. Dus waar hele gevechten in voorkomen. En waar God ook moest helpen. Maar hebben jullie dat wel eens? Dat je meemaakt dat kinderen heel gemeen doen tegen elkaar. En wat doen ze dan? Doen ze ook wel eens gemeen tegen jou? En hoe voelt dat? En wat doe je dan? In het verhaal waren ook mensen die gemeen deden. En wat deed Jozua toen? En wat deed Mozes? Mozes hief zijn handen op naar de hemel. Naar wie? Naar God. Want wij weten, God is altijd bij ons. Dus als je het moeilijk krijgt, als je gepest wordt, of je doet zelf soms een beetje dingen die niet goed zijn, bid dan. Praat met God. En probeer weer helemaal rustig te worden in je hoofd en samen praten met God. Dan komt het ook allemaal weer goed. Want jullie weten het toch? God is altijd bij ons. Ook in deze rare tijd. In deze moeilijke tijd. Wij kunnen niet naar de kerk. Jullie kunnen niet naar school. En misschien als de school weer open gaat, zal het allemaal nog anders zijn als dat jullie gewend zijn. We gaan het allemaal zien. Maar vertrouw op één ding. Wij zeggen het. Wij vertrouwen op God. Als je het moeilijk hebt, ga bidden. Wees niet angstig. Met het bidden word je zelf rustig. Rustig in je hoofd. Want we weten, God is altijd bij ons. Nou, en nu hadden we bedacht ook dat er nog weer leerlingen van ons konden zingen. Maar dat was deze week, is dat moeilijk gegaan. Dus ik ben teruggegaan in onze oude boeken. Heb wat oude filmpjes en wat oude foto's bekeken. En die krijgen jullie nu te zien. Van hoe een Makkingviering was in Lunteren. Hoe we dan met elkaar konden zingen. Of de kinderen gingen zingen voor in de kerk. Of de kinderen deden de kaars aan. Dat krijgen jullie nu te zien. Ik hoop dat jullie dat leuk hebben gevonden. En nu sluiten we met een gebed. Heel speciaal gebeden door twee zusjes. We hebben ze bereid gevonden om voor ons te bidden. En dit zijn Elena en Amaira. Lieve God, vandaag willen we u danken omdat we in een land van vrede wonen. In een land van vrijheid, waar we zoveel mooie dingen gebeuren. Dank u wel. Maar we willen ook bidden omdat er oorlog is in andere landen. Omdat er vaak ruzies zijn, ook bij ons. Wilt u ons helpen God, daar wat aan te doen? Zodat de vrede steeds verder kan groeien. Amen. Nou. Dat was heel mooi. Dank je wel, Elena en Amaira, dat jullie dat hebben willen doen voor al deze kinderen en ook voor mijzelf en voor de andere Pangadja's.
en de mensen in de wijk. Dank je wel voor dat mooie gebed. En hierbij sluiten we ons Magim van vandaag. En tot de volgende week maar weer. Doei!